Ziet er wel netjes uit, hè, of niet? Nou, ik ben hier vandaag met Jamie de Hond van Sony. Wil je hem zelf uitpakken, of? FX3 Mark II. FX30. Wow. Yes. Dat had ik niet verwacht. Maak de voorkant maar eens open. APS-C. Yes. Sick. Sick. Zet hem even hier neer. Dan kan dat cameraatje ook goed zien. Ja, het is net een APS-C sensor. Dus de nieuwe add-on bij de cinema line van Sony. Eigenlijk hebben we natuurlijk de FX3, de FX6, FX9 en dan de Venice. Ja. En eigenlijk binnen het segment van beginnende filmmaker. Dus met een APS-C sensor hadden we nog niks. Het is wel echt gewoon precies FX3. Zeg maar, als je ook gewoon de XLR tophandle zit er natuurlijk bij. Exact, exact. Goed, plastic zit er zelfs nog op. Ja, hij is goed nieuw uit de doos. Zo nieuw is hij. Dat is ook een beetje wat ik destijds in mijn FX3 review had gezegd. Van, weet je, als je deze camera zo kaal gebruikt, dan is het gewoon top. Camera, tophendeltje, XLR audio, lensje erop. Ja, en gaan. Nice, mooie licht, compact set. Ja, dit voelt wel nice, hè, die tophendel. Ja, ik ben er zelf ook super blij mee, man. Gewoon om die beginnende filmmakers ook iets te bieden binnen het Cinema Line pakket. Kijk, daar ga je al. Straks even een lensje erop zetten. Full-size HDMI zit er gewoon op. Uiteraard. Dat is altijd fantastisch natuurlijk, want die micro-HDMI's, dat is gewoon drama. Ja, verder alles is gewoon hetzelfde. Gewoon microfoonpoortje, headphones, USB-C, micro-USB. Maar goed, het uitbrengen van zo'n FX30, dat betekent wel dat Sony APC serieuzer gaat nemen. Ja. Dit is wel echt heel serieus. FX3, A7, S3, dat zijn hele serieuze videocamera's. Nou, zoiets op APC, dat is natuurlijk gewoon gruwelijk. Weet je al wat dit gaat kosten dan? Kosten zullen zonder tophandle 2300 zijn en met de tophandle 2800. Ja, 2800 zelfs een A7 IV, maar dan een beetje de high-end videokant op APC. Klinkt wel als een realistische prijs. 15 1.4, dat komt op APC overeen met mijn 24 mm, een van mijn favoriete lenzen, dus gooi het gewoon even op. Ja, want jij hebt deze lens heb je ook nog niet geprobeerd, hè, Matthijs? Nee, jij hebt het aangeboden, maar ik zo diep geworteld in die full-frame shit, dus ja. Ik weet nog dat wij met elkaar aan het bellen waren met die lenzen, dat ik jou belde van, joh, Matthijs, zou je dat wel vinden om die uit te proberen? Ja. En dat jij tegen mij zei van, ja, weet je wat het is? Het is wel leuk, zulke lenzen, maar we missen eigenlijk een beetje een cinemacamera of een videocamera met een APS-C sensor. Dat is wel waar, dat heb ik inderdaad gezegd. Toen heb jij mij al een klein hintje gegeven. Ja, precies. Zeg maar. En toen ging jij naar Sony en zegt, jongens, we moeten gewoon een FX30 maken. Misschien kan ik hem even op de HDMI zetten daar. Hij is net een beetje korte kabel, maar volgens mij moet hij zo lukken. Oh shit, dan kan ik natuurlijk hier het menu niet zien, dan moet ik daarin kijken. Oh, fuck dit. Goed, we gaan eens even kijken naar het menu, want ik zie dat hij op 50 frames per seconde staat in HD. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Kunnen we gelijk hier in het nieuwe menu even kijken. 4K zetten. Dat kan hieronder. Kijk, nou, een beetje fatsoenlijk beeld, hè. 1,50 sluitertijd, 1,4 diafragma. Ja, wat vind je ervan, jongen? Tot nu toe ben ik eigenlijk best wel verrast dat het een APS-C camera is. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, echt niet? Ja, ik had eigenlijk gewoon helemaal geen idee. Ik had een paar dingen in mijn hoofd. Concurrent van een C70 of A7 R5. Maar ik denk, ja, volgens mij ga je niet per se direct met een A7 R5 bij mij komen. Want dat is toch meer een fotocamera. Ja, toch een opvolger van een FX6 of zo of A7 S4. Maar dat is iets te vroeg. Dit is het, man. Ja, ja, maar ja, ik heb natuurlijk weinig ervaring eigenlijk met de 2.0 update van de FX3. Maar dit is echt heel erg nieuw, hè? Dat, ja, exact. Dat main panel. Maar je kan dus ook gewoon je eigen settings weer instellen zoals je dat gewend bent met het oudere menu, zeg maar. Ja, precies. S-Cinetone zit er gewoon op, dat is nice. Ik moet altijd even wennen aan die FX3 layout, want die button layout is gewoon echt anders dan een A7 S3. Dat is ook een A7 S3 en die A7 IV daar. Die kan ik echt helemaal dromen. Ja. Maar die FX3 is toch anders ingericht. Ik wil overwogen om een FX3 te nemen destijds in plaats van je A7 S3? Die was er toen nog niet. Nou, die was er toen dus, nog niet. De A7 S3 die was er eerst. Ja, ik moet zeggen, dat was voor mij wel echt een hele logische keuze, want dat is een bepaald soort body wat ik al gewend ben sinds de A7 III. Ja, natuurlijk. Die kan ik gewoon dromen. Dus ik heb eigenlijk zelf altijd gezegd van de FX3 is voor mij geen optie, omdat ik gewoon een hele lijn aan dat type bodies heb. Ja. Dus heb ik ook in mijn review gezegd van nou, de FX3 is wel misschien geschikt voor jou als jij heel erg wil gaan voor die tophandle setup, die XLR. Of wil gebruik maken van die schroefgaten op de body. Dan is het gewoon een topcamera. En zo je eerste impressie, hè, als je dan zo'n FX30 in je hand hebt voor de beginnende filmmaker? Ik denk dat het super is. Kijk, dit valt een beetje in dezelfde prijsklasse als wat de A7 III destijds was. En wat nou ook de A7 IV kost. Dus dat is een beetje een prijsklasse die wel redelijk betaalbaar is als startende videograaf. Kan je een mooie lens erbij kopen, weet je. Een mooie standaard zoomlens bijvoorbeeld. Of zo'n mooie prime lens. Ja, dan kan je gewoon mooie content maken. Gaan we eens even kijken wat de bitrates doen in deze camera. Ik snap het eigenlijk nooit, hè, dat standaard die camera's uit de doos gewoon op 8 bit staan. Dus ik weet niet of die 10 bit... Ja, oké, hij heeft 10 bit, gelukkig. Ik denk, nou ga ik iets doms zeggen, maar hij heeft 10 bit, 4 bit. Ja, zeker. Ik bedoel, wie wil er nou in vredesnaam op 8 bit schieten als jij
de mogelijkheid heb om 10-bit te krijgen. Soms denk ik echt dat Sony even een 1-op-1 lijntje bij mij moet leggen vanuit Japan of zo. Dat ik ze gewoon even wat tips kan geven voor, op softwaregebied. Ah, zie je wel. Ja, je hebt gewoon die zin in. Ja, ja. Ja, dat is echt hetzelfde als de FX3 update 2.0. Dus als je later in de toekomst gaat upgraden, weet je, als je een paar jaar ervaring hebt, je hebt wat geld verdiend, exact, ga je upgraden naar FX6, kan je deze bijhouden als een mooie B-camera, backup camera. Absoluut, ja. En dan groei je gewoon zo door en dan ken je het hele menu al. Ik dacht, misschien is het leuk om even naar het menu te gaan. Nou, dit is allemaal hetzelfde. All intra recording, dat is wel nice voor flexibelere bestandsformaten. Chillen voor het editen. 4K 100 frames per seconde, 10-bit 422. Ja. Dat is toch wel erg netjes. Volgens mij zie ik wel een krop. Kan ik al via een quick menu even switchen? Ja, dat is ook wel logisch. Ik bedoel, een A74 doet ook een anderhalf keer crop op 4K50. Nou, dan kan je ook wel verwachten dat deze op 4K100 dat ook doet. 4K50 wel full frame. Of ja. Full frame, APC. Full APS-C. Dat is wel very nice, moet ik zeggen. Dat is echt wel best wel indrukwekkend eigenlijk voor deze prijsklasse. Even kijken wat voor autofocus mogelijkheden we hebben. Ja, autofocus assist, dat is een hele nice... Een hele nice functie. Dus nu zit ik gewoon in autofocus. Maar door de handmatige focusring te gebruiken, geef je hem eigenlijk een soort van trigger van, hé, nou wordt het tijd om op iets anders te focussen. Dus als ik hem nou pool, zie je, dan poelt hij hem naar die lens toe die hier voor mij staat. En dan gaat de autofocus daarop door. Dus dat is eigenlijk een hele toffe manier om invloed te hebben op de autofocus. Dan gooi ik hem weer naar achteren, laat ik hem los en dan gaat hij door op mijn camera daar. Dus ik hoef niet perfect te focuspoelen, weet je, net als bij handmatige focus normaal. Maar ik kan hem gewoon een zetje in de juiste richting geven. Dat is iets wat ik graag op mijn A7 S3 ook zou willen zien. Volgens mij zit hij op de A7 IV wel, maar die gebruik ik natuurlijk nooit echt als main videocamera. Mm-hmm. A7 S3 update. Het wordt tijd, Jamie. Het wordt tijd. 2.0 update. We gaan het zien, Matthijs. Spannend. Face detection for humans, animals en birds. Dat is ook wel erg nice. Dat heeft hij ook overgenomen van de A7 IV, denk ik. Ik weet eigenlijk niet of dat op de FX3 wel zit. Zit dat erop sinds de 2.0 update? Moeilijke vraag allemaal, Matthijs. Ja, zou ik even checken voor je. Maar dan lijkt diep in, hè? Bij A7 IV heb je die natuurlijk wel op zitten. FX3 update weet ik niet zeker of ze die hebben geïnteresseerd. Ja, want de A7 S3 die heeft dat natuurlijk niet. En je weet hoe graag ik video's maak van dieren. Hè? Mijn lieve hondje ligt beneden te slapen. Maar met de A7 IV is dat top, want die heeft dan die eye autofocus op die dieren. A7 S3 heeft dat helaas niet. Maar deze heeft dat wel, dat is ook wel erg gruwelijk. Focus mapping, dat komt ook van de A7 IV af. Ja, ik moet zeggen, Jamie, ik ben best wel onder de indruk als je kijkt naar welke functies er allemaal op zitten. Dat moet natuurlijk niet van de tafel vallen. Staat hier mooi in beeld voor daar. Ja, wat ik eigenlijk wel interessant vind, is dat je zegt de hele tijd van dit is voor beginners. En dat klopt ook, want het is een lager prijspunt en kan je makkelijker betalen als je begint. Maar ook voor pro's kan het juist heel interessant zijn, want het is een crop sensor. En veel cinema lenzen zijn gemaakt voor cropcamera's. Weet je, al die Super 35 camera's, al die cinema camera's, ook die Blackmagics, die zitten allemaal op crop sensoren. En er zijn heel veel mensen die dat soort lenzen gebruiken. Ja, zeker. Ja, het is echt voor future filmmakers echt een A-camera. En dan inderdaad echt voor de professionals gewoon een hele goede optie voor een B-camera. En wat jij ook zegt inderdaad, met die Super 35 lens heb je gewoon heel veel opties natuurlijk. Kijk, binnen Sony heb je ook al best wel aardig wat mooie APS-C lenzen. 1655G, dat is een hele mooie algemene zoom. 70 tot 350, gewoon een absolute knaller van een super telezoom. Mooi compact lensje ook. En ook powerzoomen. Ja, absoluut. Met die zoomlever natuurlijk op die FX30 is dat gewoon ideaal natuurlijk. Maar het is inderdaad een mooi dat je zegt, die powerzoomen. Dan kan je natuurlijk gewoon met dit mooie zoomknopje hier gebruiken. Ja, eerst had ik eigenlijk een beetje af te geven op die FX3 van ja, waarom zit die zoomrocker daar? Wie gebruikt dat nou? Maar sinds dat ik zelf die 1635 ben gaan gebruiken met die powerzoom, bevalt me dat toch wel erg goed. Ik ben benieuwd of Sony ook nog gaat komen met standaard zooms met powerzoom. Niet alleen de wide angles. We gaan het zien. Het ziet er wel nice uit, hè, deze sessie. Zeker weten, man. Ja, het ziet er absoluut goed uit. Ja, heel blij mee. Ja, ik had op mijn Instagram een paar stories gezet hoe ik dit had opgebouwd. Ik zal het allemaal even op beeld gooien. Dan kun je het zelf op pauze zetten. Kan je even kijken hoe ik dat gedaan heb. Laat een dikke like achter, toch? Zeker weten. Vooral met die glimlach, hè. Dan moet je wel achterlaten. Later. Vergeet niet te abonneren. Nee, je bent de broer, hoor. Je bent de broer. Ik doe hem wel. Later. Dat doe je niet. Oh, heerlijk. Too soon. Ben je altijd net iets te snel? Ik denk niet later. Ik denk top, daar gaan we, weet je wel. Nee, jammer.